Dag dames en heren. Het Aloysius College in Den Haag is gered. Het schoolbestuur omarmt een reddingsplan van de stichting Het AC gaat door. In oktober werd bekend dat het AC, zoals de school in de volksmond wordt genoemd, dicht moet, omdat de opleiding financieel niet meer levensvatbaar zou zijn. Het nieuws over de redding wordt met gejuich ontvangen op de school. Nou, ik vind het wel leuk, want dan hoef ik niet helemaal op zoek te gaan naar een andere school. Oh, dat wist ik helemaal nog niet. Nee, dat is best wel fijn. Ja. Ben je blij mee? Ja, zeker. En waarom? We hebben heel erg veel leuke vakken in ons pakket zitten. Bijvoorbeeld Chinees en filosoferen en al dat soort dingen. En dat mag dan doorgaan, dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Top. Ja? Ja. Waarom? Omdat het een goede school is. Ja. Fijn. Ja, fijn. Waarom? Nou, omdat ik dan op school kan blijven. Is leuk. Ja, is leuk. Welke klas zit je? De tweede, GE. Dus je moet nog een tijdje door? Ja, eigenlijk wel, ja. Ik hoop dat ze nog verder door kunnen regelen, dat het kan doorgaan. Het is een goede school. Het is gewoon zonde als ze voor de 100 jaar zouden stoppen. Ja, en bij het Aloysius College staat verslaggever Brian van der Bol. Brian, de leerlingen zijn duidelijk opgelucht, dat zagen we net. Want het zag er lang naar uit dat het einde oefening zou zijn voor het Aloysius College. Hoe is het nu dan toch goed gekomen? Tegen die voorgenomen sluiting in oktober ontstond veel verzet. Ouders, de meeste zeggenschapsraad, oud-leerlingen, die verenigden zich in Platform AC. Nou, dat is tegenwoordig een stichting. En die stichting heeft de afgelopen weken keihard gewerkt aan een reddingsplan voor het AC. En dat reddingsplan, daar heeft het bestuur van deze school, het Aloysius College, gisteravond en nacht over gesproken. En dat plan omarmd. En de voorzitter van het bestuur is daar enorm blij mee. Er zijn twee belangrijke elementen. Eén, het element heeft te maken met onderwijs. De onderwijsvernieuwingen die in gang gezet worden kunnen leiden tot een kwaliteitsverhoging van het onderwijs op school. En tweede, het niet minst of niet het meest onbelangrijke is dat we hadden een financieel probleem. Er zijn mogelijkheden om het financieel probleem op te lossen. En dat geeft dan weer vertrouwen in de toekomst. Hè, als je dat financiële probleem kan wegnemen voor een deel. Zo'n reddingsplan, had u dat niet zelf kunnen bedenken? Dat had natuurlijk voor een deel gekund. Hè. Dat is een logische vraag op dit moment. En een aantal van die elementen zijn er ook bedacht. Ook in het zoeken naar samenwerking met anderen. Alleen de krachten die daaronder liggen, de deskundigheid, de inspiratie van buiten, de drive die toen het bestuur het nog alleen deed ontbrak, die is nu gemobiliseerd en die brengt zoveel los. Dat geeft een stuk vertrouwen en dat geeft ook een stuk perspectief. Ja, Brian, is dit nu een definitieve redding? Ja, dat zal moeten blijken. Het schoolbestuur is in ieder geval enthousiast. De stichting is enthousiast. Er zijn gesprekken met financiers. Dus het lijkt erop dat het AC het in ieder geval de komende jaren gaat redden. Maar de directeur die zegt van we vieren niet binnenkort alleen het 100-jarige bestaan. Maar we gaan ook zeker het 200-jarige bestaan halen. Dus het vertrouwen, daar zit het wel goed mee hier. Brian van der Bol, dank je wel. Drie onbekende mannen hebben vanmorgen een 46-jarige Zoetermeerder overvallen in zijn woning. Het slachtoffer werd vastgebonden, waarna de daders er met een onbekende buit vandoor gingen.